viering van 42 jaar onafhankelijkheid is niet alleen gepaard gegaan met het feesten. Een protestgroep onder leiding van onder meer Curtis Hofwijks, Raju Bikari en Wim Bakker heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te protesteren op het onafhankelijkheidsplein. De actiegroep was voor het laatst actief in april. Enkele burgers en parlementariërs ondersteunen de kleine groep. De actievoerenden richten zich op het beleid van de huidige regering. Zij vinden dat het nog steeds slecht gaat met Suriname. Je hoort enkele kreten van Bikari en Bakker. De reissector is in de afgelopen 42 jaar een gebed zonder einde geworden. Opeenvolgende regeringen hebben die sector stiefmoederlijk behandeld. En nu moet ik u zeggen, minoloba kolonisator. Hè? Ik hou niet van kolonisatie. Maar die kolonisatoren die hebben Wageningen voor ons achtergelaten, beste mensen. Wageningen was een modelbedrijf voor de hele wereld. En kan de boevoersman nog sabi, Abasmati reis naar Nassa in die Eprong. Het is hier in Wageningen ontwikkeld. Kan de voerman nog sabi, deze sabi batide. Ik heb een boodschap voor jullie gebracht. Een boodschap uit Maho Saramaka. Er zou een groep inheemsen zou hier aanwezig zijn om het protest te versterken en te ondersteunen. Maar ze hebben me gebeld. Ze kunnen niet komen, want ze hebben ernstige problemen. Het is namelijk zo dat een grondspeculant die in Saramaka een hoofdrol heeft gespeeld in de NDP-propaganda in Saramaka, al een paar jaar bezig is de grond van het inheems dorp Maho in bezit te nemen, beheersdaden te plegen en bezig is de grond af te graven. Oppositieparlementariërs Krishna Mathura en Edward Belfort voerden aan dat sinds deze regering aan de macht is, het land strategisch achteruit is gegaan. En u bent hier omdat u dat onrecht niet wil accepteren. Ja toch? We zijn hier omdat we dat onrecht niet willen accepteren. Maar kennelijk zijn er een heleboel Surinamers die nog niet bewust zijn. Eén, of omdat ze bewust zijn, maar dat ze bang zijn. Drie, omdat ze openlijk nog niet willen uitkomen en opstaan en strijd willen voeren dat het niet goed gaat. Recht en waarheid maken vrij. En dapper, me confronteer aan president naar waarheid. En me zie dat aan president normaal naar waarheid aan op dat goeie. Met een president Lukujus Donja. Maar ik kan realiseren dat je dat na 20 kalender een officier voor justitie is die je. Is dat soms dat je dadelijk dat je nog steeds pas toe moet je arkeen wel of zieke man zegt dat je wel een lol is aan je. Dadelijk. En vind je een Lukujus president. Na probleem je dat iemand denkt is op zijn naar je. Want als het proces is tot het einde, contacten, rechter taki, ontzetting uit het ambt, plus onmiddellijke gevangenneming. Juna president, eten. Achtereenvolgend VHP-parlementariër Krishna Mathura en ABOP-parlementariër Edward Belfort afgelopen zaterdag tijdens de protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein. Deze bijeenkomst is niet in goede aarde gevallen bij president Desi Bouterse. Het staatshoofd stoorde zich vooral eraan dat er geklaagd is over de kosten die gepaard zouden gaan met de viering van de onafhankelijkheid in Brokopondo. En hij had me die metak in de foto dat me hoort 42 jaar onafhankelijkheid ja naar in Brokopondo. Dan is maar in foto op een groep. Naga de mafu front, tak do protester, want bouter se ego last money na in Brokopondo. Kom taiji wansani. De nobe up 300 smata pa plane. Da omeni smaja. Ubar mek de yere omeni smaja. Ube wana arno fangla kei ja. Ube wana ja.
Make them 200 of 150 massa met dat plein. Make them go dock. Make them go rust. Eeuwig weer de moe. Make them tamu. President Bouterse afgelopen zaterdag de Brownsweg Brokopondo tijdens zijn revidentie speech.